Het is inmiddels alweer 2 weken geleden dat NEC de laatste competitiewedstrijd speelde. In Breda werd tegen NAC verloren met 1-0. Hoog tijd dus voor een overwinning, want de laatste winst dateert alweer van eind augustus. Trainer François Gesthuizen is hier duidelijk over. Feit blijft wel, dat vinden wij ook, dat we wat meer punten hadden moeten hebben. Alleen ja, die krijg je nou niet meer terug, dus we zullen de eerste volgende wedstrijd tegen Jong PSV moeten proberen die punten te halen. Alleen, ook dat is weer niet heel makkelijk. Iedereen zegt van ja, Jong PSV, maar dat zijn natuurlijk wel de beste talenten van Nederland. Maar goed, wij zijn thuis verplicht. Als je kijkt naar de laatste wedstrijden die we thuis hebben gespeeld, als we dat niveau weer kunnen halen. Hè, dat heeft uiteindelijk tegen de Graafschap en Go Ahead maar een puntje opgeleverd. Maar uiteindelijk ging je wel van het veld met een applaus. Dus als we die energie weer kunnen krijgen, dan ben ik ervan overtuigd dat we die wedstrijd kunnen winnen. Je had het alleen over Jong PSV. Het is natuurlijk een team dat normaal gesproken goed meedoet in deze competitie. Nu vrij onderaan staat. Is er al een beetje bij jou ontdekt waarom dat zo slecht gaat binnen? Nee, dat is moeilijk. Dan moet je daar middenin zitten. Geen idee. Ik denk wel als ik een klein beetje van buitenaf een inschatting kan maken. Ik denk dat ze andere jaren wat meer jongens van één erbij hadden. En nu vooral met een wat vastere kern werken waarin de jongens eigenlijk niet bij één zitten. En echt vanuit jong werken. Dus misschien dat het is. Het is de start van een nieuwe periode. Is dat voor jullie nog belangrijk als team dat je niet uitsproken voor de titel te gaan? Om niet dat je start voor een nieuwe periode lijkt me duidelijk. Dat zullen we ook wel meenemen. En uiteindelijk is vaak zo'n start wel prettig. Als je dan eenmaal misschien een aantal wedstrijdjes gewonnen hebt of punten hebt gehaald. Ja, dat doet ook iets met het vertrouwen, waardoor je misschien in zo'n periode ook kunt groeien. Nou goed, ook kijkend naar de komende wedstrijden. Hè, maar goed, dat is allemaal op papier. In de praktijk zijn het gewoon allemaal prima tegenstanders. Krijg je nu 2 jongteams en uiteindelijk MVV thuis. Nou goed, dat zijn 3 wedstrijden. Als je daar een extra aantal punten in zou kunnen halen, wat natuurlijk niet even zomaar gedaan is. Ja, dan weet je nooit hoe dat gevoel is in de rest van zo'n periode. In het oefenduel met Genk begon jij met Fleming in de spits. Betekent dat iets over je tevredenheid, over de spitsen die je op dit moment hebt? Nou, niet zozeer over tevreden of ontevreden, maar iedereen is wel, kan wel zien dat we daar nog wel een beetje zoekend zijn. Hè. We hebben natuurlijk een aantal wedstrijden gehad waar we best prima gespeeld hebben. En wat weinig kansen hebben gecreëerd. Kijk, bij NAC ook. Prima gespeeld, maar weinig kansen gecreëerd. Uiteindelijk Go Ahead de tweede helft wel veel. De Graafschap was het ook wat minder. Dus we zijn daar wel wat zoekende. Ja, dan heb je dan zo'n oefenwedstrijd voor om wat dingen te proberen. Ik denk dat we zeker ook over de tegengoals niet tevreden kunnen zijn. Het ligt niet altijd aan de verdediging. We hebben denk ik ook veel tegengoals weggegeven uit standaard situaties. Ja, dan moet je ook kijken van hoe kunnen we voorkomen dat we die standaard situaties tegenkrijgen. En aan de andere kant ook hoe we die beter kunnen verdedigen. Dus ja, nogmaals, het ligt niet zozeer denk ik aan een individu of aan de verdediging zelf. Alleen het feit is wel natuurlijk dat we gewoon te veel tegengoals hebben. Het zit achterin flink wat jonge jongens gehad tot nu toe. Sturing en Odotar en ook Kvida is nog vrij jong. Is daar een oude rot handig voor? Nou ja, kijk, in principe de beste die moet gewoon spelen. Ben je oud, ben je jong, dat maakt mij wat dat betreft niet uit. Uiteindelijk moeten de resultaten daar zijn. En de beste 4, of in ieder geval de 4 die elkaar het meest complementeren, die moeten spelen. En dan de vraag, wanneer kunnen we jou weer in de basis verwachten? Als het aan mij ligt, snel. Ik voel me fit, ik voel me goed. Alleen uiteindelijk stellen de trainers de spelers op, dus ik ben redelijk afhankelijk van hun. Aan de andere kant, ik heb de afgelopen periode goed getraind, pijnvrij getraind, mijn ding gedaan. En, die verantwoordelijkheid ligt altijd bij de speler zelf, alleen uiteindelijk is de keuze bij de trainer. Vrijdagavond om 8:00 in het eigen Goffertstadion, NEC tegen Jong PSV. Natuurlijk live op RN7.